Eén kans, ik krijg nu maar één kans. Niemand gaf me één kans, maar nu krijg ik één kans. Hallo allemaal, welkom bij Morizit. En vandaag heb ik voor jullie twee blik dinges van Meridian EX en van Coradian EX. En ja, deze twee blikken hebben we gekocht bij bol.com. Volgens mij waren ze allebei iets van 22 euro. En ik dacht van, weet je wat, dit zijn de twee legendary Pokémon's van de Scarlet and Violet series. Dus ik dacht, deze ga ik gewoon kopen. En ja, ik dacht, waarom niet? Ik moet de game nog steeds een beetje gaan beginnen met spelen op de Switch. Maar ja, ik heb in ieder geval degene met Coradon EX, heb ik. Maar we gaan vandaag beginnen met Meridian EX. Ik vind deze Pokémon's echt super raar, als ik heel eerlijk moet zijn. Omdat ze natuurlijk een soort van band hebben in het midden van hun lichaam. Het ziet er super raar uit. Maar ja, de blik is in ieder geval super gaaf. Ik vind het al een mooi blikje zo. En als we hem openmaken, kunnen we hier mooi Meridian uithalen natuurlijk. En ja, deze kaart natuurlijk. Want dat is de belangrijkste kaart ooit. En de Meridian ziet er super gaaf uit. En ja, mooie kaart ook. Heel mooi shiny zo. Heel mooi. En natuurlijk hebben we dan deze laag. En dan hebben we hier onze vier packs. En daar zit ook wel een hele hoop karton en zo hier zo in. Wat voor de rest niks bewerkt. Maar ja, het zit er altijd dat. En dat moeten we maar mee doen, hè. Goed, we hebben in ieder geval deze packs. We hebben, ja, zijn allemaal een beetje van dezelfde ding. In ieder geval van Paldea Evolved en Scarlet and Violet en Silver Tempest hebben we allemaal packs hier zo. En die gaan we zo meteen openen. We gaan in ieder geval deze ook eerst even openen. En hopelijk krijgen we hier ook nog wat goeds uit. Dit is van de Coradian EX natuurlijk. Ik heb Coradian EX volgens mij ook uit een of andere box had ik die volgens mij gehaald. En ja, dit is in ieder geval een andere kaart. Deze ziet er wel anders uit dan die ik daar toen had. Dit is in ieder geval deze kaart natuurlijk. En dit is Coradian EX. Hele mooie kaart ook. Ik vind hem denk ik zelfs mooier dan de Meridian EX. Dus ja, Coradian, super gaaf. En hier hebben we natuurlijk ook weer dat laagje en al deze Pokémon packs. We hebben weer twee Paldea Evolve. We hebben Scarlet and Violet en ook weer Silver Tempest. Dus weer een beetje dezelfde verhaal. Maar dat maakt niet uit. Ik had vroeger best wel veel van deze blikken. En nu weer een aantal blikken erbij. Dus goed. We gaan in ieder geval deze even aan de kant leggen. En dit allemaal aan de kant. En dan gaan we deze packs open. We hebben nu 8 packs. Dus hopelijk kunnen we iets heel goeds uithalen. Ik hoop het wel. En we gaan het wel even zien. Ik ga denken Paldea Evolve. Dat zijn volgens mij een paar van de nieuwste. Ga ik een beetje aan de kant. We hebben Silver Tempest, Paldea Evolve, Scarlet, Violet en de Silver Tempest. Ik ga denk ik de Silver Tempest als eerste openen. Dus let's go. Goed op allebei bij de Silver Tempest kaart staan natuurlijk Lugia. En is Lugia misschien wel een van de populairste legendaries of all time? Ik denk het wel. We hebben in ieder geval deze kaart natuurlijk. En als we hem omdraaien, dan hebben we Drippy. We hebben Vulpix. We hebben Yamoga. We hebben Chimecho. We hebben Buneary. We hebben Lance, we hebben Zygarde, en we hebben een energiekaart, we hebben Wailord, we hebben Raichu, en we hebben Torkoal. En ik ben helemaal vergeten om hem andersom te doen, zeg maar, want ik ben dat helemaal niet meer gewend, joh. De andere packs die zijn dat allemaal niet. In Silver Tempest is nog natuurlijk een oude pakket, dus we moeten er 4 naar voren doen natuurlijk, dat is waar ook. Goed, we hebben deze kaart in ieder geval. En dan moeten we natuurlijk 1, 2, 3, 4 naar voren doen. En dan beginnen we natuurlijk met de energiekaart, als waar ook. We hebben in ieder geval een energiekaart. We hebben Brandon trainerkaart. We hebben Lantern. We hebben Wallace. We hebben Esper. We hebben Togedoramu. We hebben Stunfisk. We hebben Kling. We hebben Dratini. We hebben Lopunny. En we hebben Renly dinges. Dus ja. Ja, dat was een hele goede verwoording daarvan. Goed, we gaan naar de Scarlet and Violet packs. En dan gaan we als laatste de Paldea Evolve doen. We gaan beginnen met de 3 starter Pokémon's van Scarlet and Violet. Goed. Deze pack zit best wel strak in. Holy moly. En dit is wel voor de rest volgens mij in de ouderwetse versie. Dus tenminste met de nieuwe versie bedoel ik. Dus dat is die kaart. En als we hem omdraaien, dan kunnen we eens even kijken. We hebben Growlithe. We hebben Staravia. We hebben Ralts. We hebben Tendermoose. We hebben een trainerkaart.
We hebben Tatsuguri, zoiets. We hebben een nestbal. We hebben Tandemus weer. En we hebben, wat is dit? Kwakkawel. Kwakkele dinges. We hebben Anahulibulibulibbe dinges. En die. Goed. Wat een namen. Wat zijn dit voor namen? Dit is een, volgens mij iets een evolutie van Mankey of zo dat het heet. Of Manape of zo dat hij heet. Ik weet niet meer hoe die Pokémon heet. Maar goed, we gaan naar de volgende van Scarlet en Violet. Hopelijk krijgen we hier nog wat goeds uit. De andere zijn op zich niet verkeerd, maar zijn niet goed ook, om het zo te zeggen. Goed, dit is deze kaart in ieder geval natuurlijk. En we draaien weer om. En dan hebben we Vidog. We hebben Scatterbug. We hebben Drifloon. We hebben Spiratito. We hebben een trainerkaart. We hebben Driflim. We hebben weer een nestbal. We hebben een Hounder. We hebben Ponyard. Oh, we hebben Magnezone EX. Nice. En deze energiekaart. Nice. Magnezone EX. Oeh. Nice, Magnezone. Goed, dat is onze eerste pack eigenlijk. De eerste ding. Volgens mij, ja. Uit één box hebben we tot nu toe een hele mooie kaart in ieder geval. Dus daar ben ik super blij mee. Ik ben heel blij met deze Magnezone EX. Dus dat is in ieder geval één hele goede kaart. Nu hebben we weer vier packs van de Paldea Evolved. Dus die gaan we nu doen. En hopelijk packen we daar iets heel goeds uit. Ik hoop het wel. Is dit een beetje de nieuwe set? Ja, dit is ook met de nieuwe set dingen. Dat is deze kaart in ieder geval. En dan gaan we naar voren. We hebben Sandygast. We hebben Tarantula. We hebben Murkrow. We hebben Misdreavus. We hebben Oranguru. We hebben Electrode. We hebben Gravier. We hebben Glimmet. We hebben Palmot. En we hebben een Bellybolt EX. Nice! Oh, Bellybolt EX. Ik kan niet eens zien wat voor Pokémon dit is, man. Het is een hele rare uitziende Pokémon. Maar ik heb niks te klagen. Het is een EX Pokémon. Nice! Dit is onze tweede alweer. Supergoed. Wow, nice. Ik ben hier heel blij mee. Zo, dat is al gewoon onze tweede pack met een supergoede Pokémon erin. Dus we gaan naar de volgende en hopelijk houden we deze positiviteit erin. En voelen we nog meer supergoede kaarten hieruit. We hebben in ieder geval deze. En nou, we zijn naar de volgende. Goed, we hebben Q-Fant. We hebben Krogunk. We hebben Rookidee. We hebben Magnemite. We hebben Pinchurchin. We hebben Swillows. We hebben Marshold. We hebben Bombeerdier. Oh, we hebben een Superior Energy Retrieval kaart. En we hebben Gargan dinges. Oh, woe. Dit is een hele mooie trainerkaart. Holy moly. Helemaal goud. Zo, die is heel netjes. Wauw. Hier ben ik blij mee. Oh, nice. Netjes. We hebben weer gewoon iets goeds uit deze pack gehaald. Nice. We gaan echt lekker. Goed, we gaan de volgende pack doen. We hebben er nog twee. Dus hopelijk halen we deze positiviteit er nog even in. En halen we nog iets gaafs eruit. We hebben in ieder geval deze kaart. En als we hem openmaken, hebben we Murkrow. We hebben Misdreavus. We hebben Sneasel. We hebben Machief. We hebben Pelipper. We hebben Fletchinder. We hebben Figaroff. We hebben Brambleghast. We hebben Dino. En we hebben een Squawkabilly EX. What the? Wat zijn dit voor Pokémons ook? Ik ken deze Pokémons ook niet. Ik ken geen Bellybolt en Squawk. Wat is Squawkabilly? Is dit wel echt? We hebben in ieder geval een EX Pokémon. Is dit een echte Pokémon? Ik ga het opzoeken. Oké, blijkbaar is dit dus een echte Pokémon. Kom ik nu achter. Ik ken deze Pokémon helemaal niet. Maar het is waarschijnlijk ook van de Scarlet en Violet series. En die heb ik nog steeds niet gespeeld. Maar ik ben hier blij mee. Holy moly. Ik ben hier heel blij mee. Nice. Gewoon weer iets goed. Dit is gewoon vier keer achter elkaar. Hebben we gewoon een super goede pack hier zo uit. Ik hoop echt dat we met de laatste pack ook nog iets super goeds eruit halen. Holy moly. Dit gaat goed. Holy moly. Ik ben hier echt heel blij mee.
Hopelijk kunnen we met deze laatste pack ook nog iets supergoeds eruit halen. En kunnen we echt... Ja, dit is sick. We hebben Rallor. We hebben Tadbulb. We hebben Friggebags. We hebben Tendermoose. We hebben Heracross. We hebben Kilowattrel. We hebben Azumarill. We hebben Phalanx. We hebben Mabostiff. Nice. We hebben Mimikyu. En we hebben een energiekaart. Nou, een mooie Mimikyu. Maar helaas, we konden het niet volhouden. Dat is nou jammer. Maar goed, we hebben alsnog gewoon 4 packs achter elkaar. Iets supergoeds. Wauw. En dan ook nog met de 2 Pokémon's die in deze packs al zaten. Ja, dit is echt heel sick. Dit is denk ik een van de beste pools die ik heb gehad. Ooit. Dus holy moly, wat ben ik hier blij mee. We hebben gewoon dus de 2 Pokémon die sowieso met de box kwamen. We hebben Squeakabilly EX. We hebben een Superior Energy Retrieval. Helemaal een mooie goud. We hebben Magnezone EX. En we hebben Bellybolt EX. Wauw, wat ben ik blij. Dit zijn alle kaarten voor de rest die niet bijzonder zijn. Maar toch heel blij mee. Jongens, super zieke pool is dit. In ieder geval linkje in de beschrijving mocht je deze 2 blikken ook willen hebben. En dit geluk hebben natuurlijk. Dan ja, link staat in de beschrijving daar natuurlijk naartoe. En voor de rest, jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik ben nog steeds een beetje verbaasd dat ik dit heb gepoeld. En voor de rest zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Laters.